Hallo lieve weegschaal, leuk dat jullie er weer zijn. We zijn aanbeland bij week 27, 1 juli tot en met 7 juli. Het is een algemene reading. Haal vooruit wat je nodig hebt. Lieve weegschaal, wat is jouw hoofdthema voor deze week? En dat is vooral observeren. Kijken waar je staat, kijken waar je naartoe gaat. Ik heb het idee dat je ook andere mensen misschien een beetje in de gaten houdt. Misschien maak je over iemand zorgen. Maar observeer ook eens zelf hoe je bepaalde reacties uit of hoe je op bepaalde dingen reageert. Want dat is van belang, hoor ik. Lieve weegschaal, laten we eens gaan kijken wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de weegschaal deze week verwachten? En dan zie ik dus dat je echt een nieuwe stap aan het creëren bent. Een nieuwe weg aan het inslaan bent. Op zoek bent naar je eigen kennis en wijsheid, hoe je het beste kan toepassen. En je hoeft niet hard te lopen, want stapje voor stapje is het allemaal prima. Maar soms heb je wel het idee dat je alles alleen doet en dat dat je ergens alleen voor staat. Maar weet dat dat niet per se zo is. Er zijn altijd lieve mensen om je heen. Alleen de vraag is, zie je dat ook? Laten we eens gaan kijken, lieve weegschaal, naar een mooie boodschap voor jou. Ja, ga kijken naar de vrienden en naar de mensen om je heen waar je je goed bij voelt. Zodat er een nieuwe fase kan komen. En weet dat de mensen die om je heen zijn vaak dingen echt wel goed bedoelen. Je bent nog even op zoek naar evenwicht. Maar wanneer je dat gevonden hebt, komen er weer magische geschenken aan. Lieve weegschaal, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.